Mildred, we zijn gezellig bij jou in je huisje en we willen heel graag met jou even een klein gesprekje over het Mama Verhalenkoor. Zou je er iets over willen vertellen? Ja, wat het jou doet, wat het jou brengt, het Mama Koor? Vertel maar eens uit jezelf. Wel, ik ben bij het Mama Koor allereerst. Ik ben hier gekomen door Roos. Die heeft me gevraagd om mee te doen met het Mama Koor. En ik vond het een goed idee voor mijzelf, want ik hou van zingen. Op Curaçao heb ik veel gezongen en nu kan ik hier doorgaan met zingen en in het Mama Koor. Ik vind het Mama Koor een zeer leuke koor, een multiculturele koor is daar met allerlei leuke mensen. En als we iedere week bij elkaar komen, dan doen we allemaal vrolijk mee. En als er iemand verdriet heeft, ze komt naar ons koor en alle verdriet gaat helemaal weg door de vrolijkheid in ons koor tijdens de repetities. En ik ben blij dat we zo ver zijn gekomen. Met een cd maken en ja, een cd staat klaar en staat in de computer, maar die moet nu gedrukt worden. En ja, natuurlijk, daarvoor zijn we op zoek naar mensen die ons financieel willen helpen om de cd te drukken. En het is niet alleen om de cd te hebben, maar ook om te kunnen verkopen, om verder te kunnen gaan met ons koor. Want het zou niet leuk zijn. We zullen verdrietig worden als volgend jaar dit koor niet meer bestaat. Dus mensen, als we mensen kunnen krijgen om ons te helpen, dan zijn we heel blij daarmee. Nou, dat heb je goed verwoord. Ja, dat... Ik hoop dat het goed overkomt en dat we het toch kunnen realiseren, onze idee dan eigenlijk. Hè? En de verhalen die we vertellen zijn ook altijd heel erg mooi. Dus verhalen zullen we altijd hebben van ons leven. Ja. Dus wat dat betreft kunnen wij verder doorgaan dan. Hè? Ja. En dan zouden we misschien een liedje zingen, dan mogen jullie, kiezen jullie maar een liedje. Kunnen we ook wat laten horen dan eigenlijk. Hè? Ja, gaan we liedjes zullen zingen. Alice. Mama bak een taart. Mama bak een taart. Oké. Nou, dan gaan we dat zingen. Mama bak een taart in de hemel. Eén dag staat in mijn geheugen gegrift. Die dag zal ik nooit vergeten. Ik weet nog precies hoe het ging. En dat we taart zouden eten. Mama danst op de muziek, ik ben 6 jaar. Mama is hoogzwanger, zwier de keuken door. Mama geeft de kloppers aan, ik mag ze aflikken. De taart gaat nu de oven in, het feest is mooi. Voor mama blijf ik altijd 6 jaar. En mama blijft altijd voor mij. Dansend en feestend een taart bakken. Als ik nu de kloppers aflik, ben ik verdrietig, maar ook blij.